De vulling van een IKEA-fauteuil vervangen, gemaakt door mij, Maya, stoffensteen.nl. Zoals je kunt zien is de rugleuning nogal ingezakt. De zitting kun je niet zien, maar het schuim is zacht en als je gaat zitten voelt het alsof je in een kuil zit. Draai de stoel om met de rug op de grond. Verwijder deze slotbouten. Dat kun je doen met een ringsleutel, in dit geval nummer 13. Links en rechtsboven zitten twee gewone bouten. Verwijder deze ook. Dat kun je doen met een ratel en dopje 13. De zitting laat nu los. Til de zitting eruit. Verwijder de nietjes. Ik laat zo zien hoe. Onder deze flap is een rits. Open de rits en neem het binnenkussen eruit. Nietjes verwijder je met een nietenwipper, houten sloophamer en een botte tang. Zet de nietenwipper tegen het nietje en sla met je hamer op het rode handvat. Maak met je hand een hefbeweging. Kijk wel uit voor je vingers. Pak het nietje zo dicht mogelijk tegen het hout. Dan breken ze niet zo snel af. En vandaar een botte tang. Het binnenkussen en de zitting. Wil je weten waar je materialen en gereedschap kunt kopen? Kijk dan op stoffensteen.nl onder het kopje meubelserveerderijen per provincie. Verwijder alle nietjes van de zitting. Laat de voorkant vastzitten. Haal de hoes er voorzichtig af. Laat de voorkant en korte zijkant vastzitten. Haal het dakron eraf, ook wel witte watten of fiberveel genoemd. Haal het schuim er voorzichtig af. Het is gelijmd, dus rustig en met beleid. Meet het schuimrubber op aan alle kanten. Schrijf de maten op. Koop bij je meubelstoffeerder in de buurt een stuk koudschuim. SG40, dat is de zitkwaliteit. Koudschuim is duurder dan polyether, maar het gaat wel veel langer mee. Neem de maten over op het nieuwe schuim. Wil je zelf zagen? Je kunt een elektrisch broodmes gebruiken. Zaag dan wel langs een lat om het recht af te zagen. Ikzelf gebruik een polyeterzaag. Lijm het voorste stukje schuim op het grote stuk met een lijmspray. Beide stukken insprayen. Ze zijn verkrijgbaar bij je meubelstoffeerder in de buurt. Kijk op stoffensteen.nl onder het kopje webshops. Lijm nu het kussen weer op de houten zitting. Beide oppervlakte lijmen. Lijm nu het dakron op het schuimrubber. Eenzijdig lijmen. Gebruik een tekker met brede bek en nietjes van 8 mm. Heb je een compressor? Zet hem dan op 6 bar. De hoes kan er nu weer op en zet vast met nietjes. Ongeveer om de centimeter een nietje. En nu je toch lekker bezig bent, maak gelijk de hoes schoon met een leden schoonmaakmiddel. Zo, de zitting is klaar. Het binnenkussen. Maak de stiknaad los aan één zijkant. Laat de laatste 5 cm aan beide kanten dicht. Gebruik hiervoor een toornmesje. De oude vulling is een combinatie van schuimrubbervlokken en dakgrondbolletjes. Lekker zacht, maar geeft niet veel steun als je lang wil zitten. Ik heb de vulling vervangen door spaghetti latex pins. Dit materiaal is erg veerkrachtig en geeft wel goede steun. Blijft mooi zitten en komt terug in vorm. Het is moeilijk te zien, maar in het binnenkussen zijn banen gestikt. Zo ontstaan er kamers waar de vulling goed in blijft zitten. Haal de oude vulling eruit en stop de nieuwe erin. Naai eventueel met de hand de naad weer dicht. Je kunt de sleepsteek gebruiken. Hoe je dat doet? Nou, kijk op stoffensteen.nl bij veelgestelde vragen. Ik heb er een video over gemaakt. Stop als eerste het binnenkussen weer in de hoes. Duw het kussen zo ver mogelijk naar boven. Zorg dat de hoeken goed gevuld zijn. Sluit de rits en zet de hoes vast met nietjes. Je kunt natuurlijk ook een handtekker gebruiken. Of een stoffeerhamer en stoffeerspijkers. Maak de zitting weer vast met de bouten en klaar ben je. Dat ziet er al stukken beter uit. Ik hoop dat deze video nuttig voor je was en dat ik je zo heb kunnen helpen. Graag tot ziens op stoffensteen.nl.